Ja, dus bij de aankoop van een pub is er inderdaad wel interessant om de vaccinaties in orde te zetten. Dus een pub wordt eigenlijk meestal op 6 weken gevaccineerd bij de kweker. Dat is gewoon met een puppyvaccinatie. Dan de eerste definitieve wordt eigenlijk gedaan bij de nieuwe eigenaar. En dat is meestal tussen de leeftijd van 8 en 12 weken. Dat wordt dan nog eens herhaald na de leeftijd van 12 weken. En best van al wordt er zelf al geadviseerd om het laatste definitieve spuitje na de leeftijd van 16 weken nog een keer te herhalen. Wat zijn de standaardvaccinaties? Dat zijn hondenziekte, kattenziekte, besmettelijke leverziekte en de rattenziekte. En dan is de rest een beetje afhankelijk van wat dat een eigenaar met de pup graag doet. Als die eventueel naar de hondenschool gaat, dan wordt er kennelust geadviseerd. Dat is ook verplicht voor op de hondenschool aanwezig te kunnen zijn. En dan een beetje afhankelijk of dat de pup ooit meegaat naar het buitenland, heeft die ook nog nood aan hondsdolheid. De vaccinaties zijn allemaal apart voor x aantal tijd goed, maar jaarlijks wordt er eigenlijk geadviseerd om uw hond opnieuw te laten vaccineren. Daarvoor niet tegen alle vaccins, maar sommige zijn jaarlijks te herhalen. Ik ben Bart Verstuift en ik heb een dierenartspraktijk in de omgeving van Gent.